Op dit veld staan tulpen en hyacinten. Waarom worden die hier gekweekt? Nou, dat heeft te maken met allocatie en daar gaan we deze uitleg onder andere over hebben. Want het gaat over de invloed van de bestedingen op de werkgelegenheid en het milieu en de allocatieve werking van de bestedingen. Nou, als eerste de invloed van de bestedingen op de werkgelegenheid. Je kan je voorstellen als er meer boodschappen worden gedaan bij de Albert Heijn, dan is de werkgelegenheid bij de Albert Heijn hoger. Er zijn meer mensen nodig om bij de Albert Heijn te werken. En dat is dus de invloed van de bestedingen op de werkgelegenheid. Invloed op het milieu. Nou, als er meer olie moet worden geproduceerd omdat er meer olie gevraagd wordt, meer besteed wordt aan olie, dan kan dat invloed hebben op het milieu, want bij de productie van olie gaat er wel eens wat mis en daardoor kan het milieu vervuild worden. Dus zo hebben de bestedingen via de productie ook invloed op het milieu. Bij zonnepanelen zou dat minder kunnen zijn, omdat daardoor het milieu minder geschaad wordt. Dus zo zie je dat als er meer aan zonnepanelen wordt besteed en minder aan olie, dat dat dus invloed heeft op hoe het milieu wordt belast. Dan allocatie. Wat bedoelen we daarmee? Nou, daarmee wordt bedoeld wat wordt er waar en door wie geproduceerd. En de bestedingen hebben daar natuurlijk invloed op. Want je kan je voorstellen, als er meer bloembollen worden verkocht, of er wordt meer besteed aan bloembollen of er wordt meer besteed aan tulpen, dan wordt het interessanter om die tulpen te kweken. En dan zullen er dus meer mensen zijn die dus dat gaan produceren. En dan wordt er dus meer grond gebruikt om tulpen en bloembollen te kweken. Dus met andere woorden, de kwekers, hè, wie gaat wat, namelijk de tulpen, waar produceren op dit stuk grond. En dat is dus die allocatie. En zo zie je dus dat de bestedingen invloed hebben op waar dit stuk grond voor gebruikt wordt. Dat was hem. Goed bezig dat je deze les gekeken hebt. Veel succes!